Hallo, hallo en super gezellig dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Het is zaterdag en ik ben nog eventjes hier de was aan het doen op de studeerkamer. Want het is hier dus echt heel lekker weer. Ik heb de deuren hier opengezet en hier schijnt de zon altijd heel lekker naar binnen. En ja, het is natuurlijk de eerste mooie lentedag, dus daar moeten we toch eventjes van genieten. Kijk, als het nog vroeg in het seizoen is, dan kan je hier altijd het lekkerst... Dan kwam even de helikopter van het ziekenhuis langs. Maar hier kan je dus vroeg in het seizoen altijd super lekker zitten. Hier is het heel snel warm en in de zomer dus eigenlijk te warm. Maar voor nu is het echt perfect. En ik wil hier ooit ook nog wel gewoon van die lekkere lichtstoelen... En ook ja, mooi weer strak vlonders. Maar goed, ik denk dat we eerst voor nu dit ook gewoon even maar gaan schoonmaken. En weer even goed gaan vastleggen. Want kijk, sinds die dakramen hierin zijn gekomen, ligt eigenlijk alles een beetje schots en scheef. Omdat we hier dus ook niet echt zo vaak meer gezeten hebben. Maar dat staat dan nog ook wel op de planning voor dit voorjaar. Maar eerst de tuin, het kunstgras... Dat heeft toch wel prioriteit. Nou, we gaan zo nog snel even wat lunchen hier thuis. En dan gaan we richting Deventer voor de verjaardag van Hanna. Ons nichtje, die wordt, of is deze week 9 jaar geworden. Nou, ik heb mijn witte broek aangedaan. Ik twijfelde nog wel even over een rokje. Ik denk dat het op zich nu kan. Maar goed, straks wordt het misschien ook wel weer bewolkt. En ik heb geen zin om het koud te hebben als ik buiten zit. Dus ja, deze trui, of trui, ja, top, is van Zeeman. Nog steeds heel blij mee. Is een beetje zo'n wat wijder model. En de broek is van Only, ook van vorig jaar. En witte sneakers van Björnborg. Oh ja, en ik ga mijn nieuwe tas meenemen van Hey Marley. Kijk, die staat er leuk bij. Goedemorgen, het is zondag. Ik ga de dag lekker beginnen met een rondje hardlopen. In korte broek, want het is nog steeds heerlijk weer vandaag. Echt al helemaal zonnig ook zelfs. En het is wel grappig, want er gaat hier gewoon ook een run door de straat. Ik ben wel benieuwd waar ze naartoe gaan. Dus dat ga ik dus even bekijken, allemaal met nummers op. Dus nou, let's go. En daarna natuurlijk lekker even in de tuin zitten. Het was heel grappig. Het was dus een urban trail run. Dan loop je dus hard en je loopt dan onderweg door allerlei gebouwen. Maar ik liep dus precies tegen de richting in. Dus ik kreeg echt van iedereen zo, je gaat de verkeerde kant op. En ik kwam dus langs de brandweerkazerne en het was wel leuk. Het was ook allemaal muziek en zo. En die mensen zeiden, doe ook even een rondje brandweer. Dus ik ben nog even door de kazerne gelopen. Dat was op zich wel leuk. En er waren ook best wel veel mensen die met kinderen meededen. Ik dacht, is ook wel leuk om dat een keer met Max te doen. Even kijken hoeveel kilometer het is. Ja, verder zag ik dat de bloesembomen, de kersenbloesem, die staat gewoon ook alweer helemaal in bloei. Echt heel mooi. Echt die... Mooie roze bomen zijn dat. Dus daar wil ik denk ik deze week ook nog wel eventjes een foto gaan maken. Want de eerste weken zijn ze wel echt altijd het allermooiste als ze net bloeien. Nou, ik ga nu eventjes de tuin zo in. Even daar alles schoonvegen. Ik heb natuurlijk al wel ook helemaal weer zin om... ik zoek ondertussen mijn oor wel. Bloemetjes te gaan doen. Nou, ik kan hem niet vinden. Maar ja, dat is echt nog te vroeg. Want je moet echt wel, tenminste, hè, dit heb ik van mijn moeder. Zij is natuurlijk de plantenexpert. Wachten tot het mei is. Want het kan gewoon deze week nog weer gaan vriezen in de nacht. En dan gaan je mooie bloemetjes er meteen aan. Dus ik ben verstandig. Ik doe het gewoon even niet. Maar ik ga de rest wel even helemaal netjes maken. Dan ga ik denk ik even naar de Albert Heijn. Dan ga ik even lekker gezonde dingetjes halen. Ga ik lekker een sapje maken. En dan ga ik dat lekker in de tuin op de bank. Ga ik daar even een boekje lezen of zo. Dus... Ik ben even bij de kruidvat. Want ik wilde toch even neusdruppels halen. Maar ze hebben hier ook altijd wel leuke dingen zo in deze rekken. Ik zag nu deze rugzak. Kijk.
ja, 19,99. Ik weet eigenlijk niet of het nou echt een super deal is, maar van Converse. Wel leuk voor die jongens. Leuk voor zien als hij naar de middelbare gaat bijvoorbeeld. En deze tassen vind ik ook heel leuk. Kijk. We gaan nu even een lekkere shake brouwen. Kijk, ik heb hier al even een banaan ingedaan. Zo'n hele rijpe banaan had ik ook nog. En dan doen we dus melk. Deze had ik nog nooit eerder gezien. De combi aardbei banaan. En dit vind ik ook altijd lekker, tropisch fruit. Maar volgens mij wou jij deze, toch? Oké. Okay. Hoeveel melk? Ik zeg wel stop. Wacht, ik doe trouwens altijd eerst dit. Dan kan ik het beter beoordelen. We hebben nu best veel banaan, denk ik hoor. Zie je dat? Nou, hij is top geworden. En nu ga ik hier dus even lekker in de zon zitten. Ik ben hier toch weer een paar uurtjes bezig geweest. Ik had laatst natuurlijk al het groen al gedaan. Maar ik moest het konijnenhok doen. En echt, er was alweer allemaal modderen hier. Ik snap echt niet hoe mensen met een grote tuin dit doen. Ik ben met het onderhoud van deze postzegel echt al een halve dag kwijt. Maar nu ga ik even lekker zitten. Hey jongens, wat doen jullie? Het is gewoon zo gezellig als je hier dan zit, dat de konijntjes hier de hele tijd rondlopen. Ja, hè? Daar is Jip. Burger Night is back! Het is vandaag ook echt de perfecte dag natuurlijk om het barbecue seizoen af te trappen. Het is gewoon 6:30 en het is nog steeds heel lekker weer. Maar ja, er worden burgertjes gemaakt. Vorig jaar toen hadden we echt een hele tijd iedere vrijdagavond wel een burger. Maar... ja, het was ook begon te regen op vrijdagavond. Ja, dan was het niet zo leuk hè, om nog te grillen. Dat ziet er goed uit. Burger Night. Het was echt heel lekker. Heel lekker. Ja. En ik ben heel blij dat het barbecue seizoen weer begonnen is. Sowieso, dat dit weekend was echt een beetje zomergevoel. Nee. Dat was wel echt heel fijn. Het was gewoon echt wel, het voelde echt als er 40 graden. Ja, jij had het ook bij hockey, had je het zo warm. Het was echt wel weer even wennen. Maar nee, in de tuin was het ook echt heel lekker en... ja, een beetje, beetje geproefd van de zomer. En dat smaakte naar meer. En we gaan dus in de meivakantie naar Zuid-Frankrijk. Dus dan hopen we natuurlijk ook dat het daar ook mooi weer zal zijn. En het is ook gewoon nog maar 3 weken volgens mij. Ja. Dus... ja. Het scheelt maar dit. Ja. Nou, we gaan deze video nu afsluiten, want wij gaan nog eventjes... Kees kijken! Denk je niet Kees? Wie is nou Kees? Maar Kees van de Spek zijn we helemaal fan van geworden sinds Wie is de Mol. We dachten van, nou, wat maakt hij eigenlijk voor programma's? En nou ja, toen hadden we dat gekeken van die oplichters in het buitenland en jullie vonden dat ook wel echt heel leuk. Mm-hmm. Dus ja, we zijn al die oude afleveringen aan het terugkijken. Volgens mij begint er over 10 dagen ook een nieuw seizoen. Dus voor degenen die ook fan zijn, het gaat weer beginnen. Nou, bedankt voor het kijken en tot later. Dus morgen ben ik er met Shoplog en dinsdag weer een nieuwe vlog. Tot dan! Zeker naar de Shoplog kijken! Doeg! Ja, van Action. Dat is leuk. Action. Doei! Doei!